Bye. Het is herfst, je zou het bijna niet zeggen. En het bos is dan erg fotogeniek met al die mooie kleuren en natuurlijk ook de paddenstoelen. En als je deze herfst of winter je camera meeneemt naar het Waterloopbos in Noordoostpolder, dan kun je daar ook een prijs mee winnen. Paviljoen Het Proeflab in het Waterloopbos houdt namelijk een fotowedstrijd. We praten met Daan Otte, hij is van het Proeflab en zelf ook fotograaf. Hij heeft wel een paar tips om een mooie foto te maken voor de wedstrijd. Daan, een hele goede middag. Goedemiddag. Een fotowedstrijd in het Waterloopbos dus. Dat is een bijzonder bos met allemaal modellen staan erin van het voormalig waterloopkundig laboratorium. Ook beton dus. Maakt dat het extra fotogeniek of maakt dat het juist moeilijk? Het voegt zeker wat toe. Ja. Hè? Het bos, daar hebben we het meer van. Iedereen kent wel urban exploring foto's van het mysterieuze, mystieke, grote betonnen stalen constructies. En dat in combinatie met een bos, natuurlijk het groen. Natuurfotografie staat eigenlijk volledig los van inbreng van mensen. En juist die combinatie, ja, dat maakt het wel heel spannend. Urban exploring, dat is dat je een foto maakt met eigenlijk heel veel staal, beton, bouw. Op plekken waar men eigenlijk niet komt. Hè? En dat is vaak ook wat illegaler. En bij ons kun je gewoon heel fijn die sfeer op een goede manier beleven. Ja? Dan gaan wij het bos in. Hoe kunnen we het beste beginnen als we een mooie foto willen maken? Hele goede vraag. De eerste stap is eigenlijk gewoon lekker rondlopen en lekker gaan kijken. Foto's maken is in de basis het zien van kansen voor een goede mooie foto. Dus daar moet je mee beginnen. De omgeving in je opnemen, voelen hoe de sfeer ter plekke is en goed om je heen kijken. Maar goed, ja, dan zie ik natuurlijk nog van alles. Dus waar kan ik mee beginnen, zeg maar? Als ik niet zo thuis ben nog in de natuurfotografie? Ja. Begin bijvoorbeeld eens met op één plek te blijven voor een wat langere tijd. Eet er eens een appeltje of drink eens eventjes een kopje koffie. En voel gewoon eens even hoe de locatie eruit ziet. En probeer eens echt te kijken en te zien in plaats van er alleen te zijn. Je wandelt wel eens het bos en dan zie je een mooi paddenstoel bijvoorbeeld. Neem eens de tijd om die paddenstoel te bekijken. Dus welke bijzondere details heeft hij? Misschien zit er wel een spinnetje op. Of is er een hapje uitgenomen door een diertje? Al dat soort dingen. Als je die echt ziet. Nou, daar begin je eigenlijk al met het maken van een goede spannende foto. Wat voor toestel moet je daar? Moet je dan een spiegelreflex hebben? Of kan het ook gewoon met je telefoon? Het kan ook zeker gewoon met je telefoon. Ik zeg het uit, de camera is slechts het gereedschap. En de fotograaf maakt natuurlijk de foto. Het is wel beter je camera is, hoe meer kans op überhaupt een geslaagde foto. Maar je kunt ook zeker met een wegwerpcamera hele gave foto's maken. Dat is, het camera is het middel en jij bent degene die de foto maakt. Nou zit jij, voor de mensen die via tv meekijken, via de beelden, jij zit voor een prachtige foto van een bos. Dus dat kan natuurlijk ook. Je gewoon afstand nemen en om je heen gaan fotograferen en dan kun je gewoon een bos mee naar huis nemen. Absoluut. Ja, en dan kun je hem zelfs in je eigen woonkamer plaatsen. Ja, en dan leef je in het bos. Dat is helemaal fantastisch natuurlijk. Als je gek bent op de natuur, dan ja. Maar voor deze wedstrijd hoeft het niet per se over bomen of paddenstoelen te gaan. Je mag ook zelf, mag je ook iets meenemen of mensen meenemen in het bos zetten? Of? Ja, absoluut. Het is dus niet alleen de natuur die je mag fotograferen, maar ook zeker mensen in het bos. Het gaat om het Waterloopbos. Dat is een randvoorwaarde. Het moet in het Waterloopbos genomen zijn. En verder mag je creativiteit de vrije geest. Wat kun je eigenlijk winnen? Wat kun je winnen? Hele goede vraag. Een wedstrijd is geen wedstrijd zonder prijzen natuurlijk. wij als het Proeflab geven een drie gangen diner weg voor twee personen. Verder doet Natuurmonument een duitend zakje met een fantastisch boek over het Waterloopbos. Met daarin alle verhalen die verteld worden door gidsen tijdens wandelingen en dergelijke. Eigenlijk het hele verhaal wat je wil weten over het Waterloopbos. En Camera Nu, die werkt ook mee en die doen een cadeaubon voor €25.
Ja, Peter, wanneer ga je? Nou, ik moet werken, dus voor het optimale licht moet ik even wachten. Oh ja, licht weekend, moet ik, en dan zie je, dat zijn van die dingen, hè? Licht moet je natuurlijk wel hebben, alhoewel je natuurlijk in de schemering ook wel. We gaan het proberen, Daan. We kunnen het gewoon allemaal terugvinden op hetproeflab.nl, hè? Dan kunnen we daar gewoon vinden hoe we mee kunnen doen, toch? Wanneer moet het laatste binnen zijn? De laatste binnen zijn. We hebben twee momenten dat de prijzen gekozen worden. Dat is aan het einde van de herfst. Oh joh. De maand, ja, precies. En aan het einde van de winter. Dus ga er vooral gewoon lekker op uit. Kom naar het Waterlobos en beleef het, zou ik zeggen. Twee seizoenenpogingen. Daan Otto hoorde je van het Proeflab. Dank je.